Een van de bekendste kerken in Brabant is er slecht aan toe. U kent die kerk wel, van een Brabantse tv-serie. Maar de koepel is er al slecht aan toe en als er niks gebeurt, ontstaan er grote problemen. De kerk hier achter mij, die zou u moeten herkennen. Het is namelijk een beetje onze kerk. Rara, waar staat hij? Nou, hij is herkenbaar aan de grote koepel, maar nog bekender is hij eigenlijk door de serie Wolves Eind die hier in Raamsdonk opgenomen is. De Sint-Bavo-kerk, ingewijd in 1888, staat in de Raamsdonk. En is ook de dorpskerk uit onze tv-serie Wolfseinde. Dus iedere aflevering dat begon met de kerk van Raamsdonk. De restauratie van de kerk, vooral de koepel, kost 3,3 miljoen euro. Hij was gewoon echt slecht. Dan laten we daar echt op houden. Zeg. Er zijn heel veel lekkages. Heel veel zwamaantastingen. Dus heel veel bouwkundig herstel wat we zometeen aan de buitenzijde moeten verrichten. Omdat daar een enorme stijger voor nodig is, moest bouwkundig alles uit de kast worden gehaald om überhaupt de stijger te kunnen bouwen. Want de koepel zelf kan een stijger erbij niet meer hebben. En dus we hebben binnen hebben een hele staalconstructie aangebracht. Dat de staanders door het dak in gaan om in principe alles op een verantwoorde manier te kunnen dragen, zeker als stijger. Via mysterieuze tunneltjes en Efteling-achtige dakkapelletjes kom je in het inwendige van de koepel. Dat is een leuk plekje hier. Waar normaal geen mens komt. Wat hebben we gedaan? We hebben een paar schijven ingemaakt in die koepel. En we hebben de krachtenoverbreng eigenlijk, zeg maar, van onze spanten die hierboven staan. Die hebben we overgebracht eigenlijk naar het metselwerk eigenlijk. En zo blijft de enorme stijger rots vaststaan. Omdat er nog geld tekort is om de restauratie te kunnen voltooien, nog zo'n 400.000 euro, komen er acties. Ook u mag naar boven. Want de kosten, nou, ze mogen voor 25 euro mogen ze dus mee naar boven. Al het geld is nodig voor nieuw hout, nieuwe leien, nieuw metselwerk, nieuwe voegen en opgeknapte wijzers voor de klok. Ja, dit is echt bladgoud. 3,3 miljoen euro. In 1888 kostte de bouw van de kerk 90.000 gulden.